Met de veerboot uit Hellevoetsluis arriveert in Middelharnis op Overflakke de minister-president Dr. Beel, die zich in dit door de oorlog getroffen gebied persoonlijk van de toestand op de hoogte komt stellen. Toegejuicht door de schooljeugd begeeft zijn excellentie zich naar het stadhuis waar hij besprekingen zal voeren. In stad aan het Haringvliet neemt minister Beel de drukte in het haventje in ogenschouw. Het gezelschap in Oude Tongen, bij de sluiswerken die de Duitsers in der tijd hebben opgeblazen om het eiland te inunderen. Vernielde boerderijen in Herkingen. In Nieuwe Tongen worden arbeiderswoningen bezichtigd. Ongetwijfeld zal de minister-president zich een goede indruk hebben kunnen vormen van de omstandigheden waaronder de bevolking van dit Zuid-Hollandse eiland op het ogenblik werkt en leeft.